Ik ben Hedwig Zandvoort, ik ben 13 jaar en ik ga vandaag een liedje drummen. Ik zie dat jij gaat drummen vandaag. Ja, dat klopt. En dat drummen, waar komt dat nou vandaan bij jou? Nou, eigenlijk, mijn ouders die kenden dus iemand en die drumde. En uiteindelijk vond ik gewoon leuk om te gaan drummen. En als je nou gaat dromen naar toekomst, wat zou je uiteindelijk willen bereiken? Nou, ik zou misschien ook nog wel in een band willen gaan spelen. En ja, gewoon met andere mensen samenspelen in plaats van iedere keer alles alleen te doen. Dus als iemand nou dit filmpje ziet en denkt van, oh, we kunnen nog wel een goede drummer gebruiken, dan kunnen ze jou benaderen. Ja. Nou, ik wens jou heel veel succes vandaag. Ja. Nou, wie weet tot in de finale. Nou, dankjewel. Ik ben Eileen Verhoeven, ik ben 15 jaar en ik ga zingen. Bijzondere naam heb je, waar kom je vandaan? Ja, hij komt uit Turkije. Ja? Heb je Turkse roots? Nee. Mooie man. Nee, mijn tante vond het een mooie naam, dus. En mama ook. Oh. Nou, leuk. Hey, je bent hier vandaag om op te treden, wat ga je doen? Ik ga zingen. Wat ga je voor ons zingen? Rise van Katy Perry. Mooi nummer. Ja. En heb je de repetitie gehad? Hoe ging die voor jou? Hij ging wel goed. Ja. En waar komt dat zingen bij jou vandaan eigenlijk? Ja, ik vond vanaf toen ik klein was, vond ik musicals al heel leuk. En op een gegeven moment ben ik gaan zingen. Toen zit ik op theater. En ja, toen ik klein was kon ik eigenlijk nog helemaal niet zingen. Maar dat gaat nu steeds beter. Wat verwacht je vandaan? Ik verwacht dat het een hele leuke dag wordt. En ook een beetje spanning, denk ik. Heb je al kennis gemaakt met de andere deelnemers? Ja. Zitten er een paar goeie tussen? Ja. Ja, best wel veel goeie. Nou, dan wordt het spannend. Ja. Ik wens je heel veel succes vanmiddag bij het optreden. En wie weet zien we jou ook in de finale. Ja, dankjewel. Er gaat gedrumd worden. Yes, hoor ik al. Ik vind de mensen leuk. Hij drumt al 5 jaar. Hij gaat Uptown Funk drummen van Bruno Mars. Het wordt allemaal een beetje klaargezet hier achter mij. Lukt het, jongens? Ja, het lukt, hè? Oh, oh, oh. Hij is er klaar voor. Ben je er klaar voor? Ja, precies. Oké. Okay. Hier is hij, Hidde van Zandvoort. Stop it!
Nou, Hidde, daar is hij hoor. Hoe ging je optreden? Ja, ging wel goed. Ja? Ja. Was je enthousiast? Nou, ik vond zelf dat ik wel iets meer in de zaal kon kijken. Maar ik vond het zelf wel leuk om te doen. Dat zijn de zenuwen, denk ik. Hè? Ja. Ja. Vond je het eng? Nou, ik vond het eigenlijk wel meevallen. En wat zijn je verwachtingen? Denk je dat je door bent? Nou, ik weet niet. Ik heb wel betere acts gezien vandaag, dus ik denk het niet. Nou, een beetje vertrouwen hebben, jongen, hè? Ik hoop het wel dan. Succes in ieder geval. Ja, dankjewel. Dan gaan we naar de volgende alweer. Ze is 15, ze gaat ook zingen. Ze heeft zangles, theaterles. Ze gaat Rise zingen. Hier is Eileen Verhoeven. Kijk blij. Ja. Ben je ook blij? Ja. Ben je blij dat het erop zit? Ja. Snap ik heel goed. Heel goed gedaan. Nou, Eileen, daar zit je dan. Je hebt je optreden gehad. Hoe ging het? Ja, het ging wel goed. Alleen in het begin had ik een rol in de keel. En als je dan kopstem moet doen, dan hoor je dan best wel goed. Dus dat... Stiekem vond ik dat juist wel mooi. Ik wist niet dat het niet hoorde, maar ik dacht, je hebt toch een mooie stem erin. Dus ik denk dat niemand het op is gevallen. Nee, alleen mama, denk ik. Ja, oké, want die heeft natuurlijk wel vaker horen zingen. Ja. Maar ik vond het juist wel heel erg mooi klinken.
Oké, mooi zo. Nu is nog even afwachten wat de jury ervan vond natuurlijk. Ja. Ja. Vond je het eng? Ja, en als je daar op een gegeven moment staat, dan is het toch wel spannend. We gaan het zien. Ja.